69,9 jaar. Kom naar de bed! Wat een evenement. Dit past helemaal in de visie van de KNZB. Een leven lang zwemmen. Ja, daar heb ik niks aan toe te voegen. Dat is zo. Ons beleid is er ook wel op gericht om aanvulling te hebben. Dus vandaar dat we ook al vroeg beginnen met de 20-plussers. Wel 1000 deelnemers. En dat is alweer een record. Want we waren hier ook 5 jaar geleden. En op baan 5. Absoluut. We hebben echt massaal ingeschreven. We hebben echt ons uiterste best gedaan om veel meer mensen te kunnen plaatsen. Dat is ook gelukt. Maar helaas hebben we ook nog mensen af moeten wijzen. Maar ja, de beste mogen hier zwemmen. Van alle leeftijdsgroepen. Zaterdag en zondag nog meer wedstrijden? Ja, dat klopt. Zelfs op zondagmiddag hebben we de meeste zwemmers in huis, zeg maar. Dat is voor ons ook een record. En dat is nog een hele uitdaging met parkeren, met veiligheid in het zwembad. En het is een hele organisatie. En ik ben blij dat we na 5 jaar weer terug zijn hier. Want ze kennen het klappen van de zweep hier. Dus we kunnen zeggen felicitaties aan Sol 1894, 125 jaar en een mooi kampioenschap. Absoluut. En dat is heel mooi dat ze ons ook gebruiken als jubileumevenement. En nogmaals, het is ook gewoon verdiend door hun, dus heel fijn. Dankjewel.